restaurant Boer Kok in Lelystad is de rest van het jaar dicht. Dat besluit is gevallen vanwege de coronamaatregelen. Maar ja, wat doe je dan als er nog twee enorme kerstbomen staan vanwege de gasten die in de decembermaand naar het restaurant zouden komen? Verslaggever Rob Brouwer is daar en zoekt dat allemaal uit. Goedemiddag, Rob. Ja, goedemiddag heren. Ik sta hier bij Boer Kok aan de Meerkoetenweg. We staan hier op dit ogenblik in de kas. En de kas, Boer Kok, of Gerard, heb jij ingericht als restaurant, maar het is hier akelig leeg. Het is hier akelig leeg, ja. Het is heel leeg op het ogenblik. Ja, de buitenkant, die zijn we in 2016, hebben we deze boerderij van de gemeente gekocht. Een aardappelschuur en een werktuigenschuur. Vorig jaar, vlak voor corona, dachten we van, we hebben ruimte nodig. Dus toen zijn we de werktuigenschuur zijn we gaan verbouwen tot deze buitenkans, zoals dat we dat noemen. Dat zagen we ook echt als kans in deze tijd. We hebben asbest verwijderd, mooie lichtplaten teruggemaakt. En nu hebben we een multifunctionele ruimte waar we van alles kunnen doen. Alleen, we staan hier in die kast, die is helemaal verbouwd. Er is allemaal glas omheen. Ja. Je hebt een keuken die verrijdbaar is. Je hebt alles. Eigenlijk alles is verrijdbaar aan deze kant. We hebben een fornuis teruggemaakt op de eerste plattenwagen van mijn schoonvader. Schoonvader Ben die boerde aan de Knarweg. En een van de laatste dingen van de boerderij nadat hij gestopt was, was een platte wagen. En daar heb ik een fornuis op teruggemaakt. Een fornuis moet van de zomer weer mee naar buiten kunnen. Want we gaan ervan uit dat we ooit dan wel weer een keer open gaan. Dus in deze tijd is alles een beetje onzeker. Maar, ja, want je hebt hier een restaurant eigenlijk aan de Larserweg, Meerkoetenweg. Ja. Jullie hadden grootse plannen, maar toen kwam corona. Dat kon, ja. Ja, voor deze maand, we hebben een concept waar we zeg maar 4 dagen op evenementenbasis draaien. Dus dat je grotere gezelschappen hebt. Gezelschapjes van 20, 50, 100. Maar we hadden ook nog een grotere. En eigenlijk hebben we deze, voor de decembermaand hebben we gewoon, ja, het is, ik vind het lastig om te zeggen, maar meer dan 70.000 euro annuleringen. Dus partijen van grote bedrijven die een eindejaarsdiner wilden maken of een voor de kerstdiner. Ik bedoel, ja, er was van alles gereserveerd. Er stond veel drukte in de aardappelschuur, er stond veel drukte in deze schuur. Maar eigenlijk is alles geannuleerd. Want het kan niet voor 5 uur, hè? Nee, weet je, je hebt een paar uurtjes de tijd. En mensen willen op een gegeven moment, die willen, ja, we hebben nu een paar keer gedraaid op een zondag. Dat je wat brunch hebt. Dan komen mensen om 2 uur. Maar weet je, je moet zo aan de tijd letten. En het is zo ongastvrij om om 16:45 te zeggen, u moet afrekenen, want de tijd zit erop. Dus, je bent niet de enige, toch, in het vak? Nee hoor. Ik denk met mij heel veel collega's die het gewoon super lastig vinden op dit ogenblik om te ondernemen. We zijn over het algemeen zijn we behoorlijk flexibel. Veel collega's denken na over takeaway, over bezorgen en andere dingetjes. Maar jij? Ja, wij zelf, weet je, we zitten te ver uit de route om te gaan zeggen van, goh, kom eventjes een maaltijd afhalen of kom even een dingetje doen. En ook voor onszelf om te gaan rijden, ja, weet je, het is je core business niet. Maar wat heeft dit voor consequenties voor jou? Kun je het nog wel volhouden? Want dit kost natuurlijk ook allemaal geld. Verbouwingen gehad. Ja, het is een. We zitten natuurlijk in bepaalde regelingen. We hebben goede afspraken met de bank. En richting maart is er nog niets aan de hand. Hè? Want je hebt dat uitgestelde aflossingen en andere dingetjes. Maar we moeten wel weer. In januari moeten we wel weer bezig gaan. Er moet wel weer eens volle komen hier. Ja. En gewoon tot 12 uur 's avonds. Oké, nou, ja. Dus je houdt het nog even vol. Ja. Nu had je natuurlijk voor die kerstdagen, had je wat bedacht, je had iets aangeschaft. Ja, wij hadden eigenlijk een scala aan kerstbomen. En nu zei de kerstbomenverkoper, nou, de kleine boompjes die raak ik nog wel kwijt. Maar ik heb nog 2 grote bomen van 4,5 meter hoog en groot. En toen dacht ik van, laat ik Omroep Flevoland bellen. Misschien is er wel een stichting of een goed doel die geen centjes heeft om een kerstboom te kopen. En misschien willen zij wel een kerstboom hebben.
een mooie grote. Waar had je hem neergezet? Want hier, nou, hier past hij niet binnen. Nou, natuurlijk. Een takel. Oh, met een takel? Ik heb een, ja. Okay. Wij takelen de bomen op. En dan aan de, in de andere schuur hebben we ook zo'n takel hangen. Ja. En dan, dan hang je mooi, hangt hij mooi recht in de ruimte. En dan kan je hem langs alle kanten kan je hem versieren. Maar goed, ze staan nu dus buiten tegen de schuur aan. Ja. Ja. In het netje nog. In het netje, want ik wil, we wilden hem eigenlijk losmaken samen. Maar dan, dan kan degene die ze af komt halen, die, ja, dan moet hij ze weer inpakken. Dus dat is een ding wat we niet gaan doen. Dus je zoekt iemand, of een stichting, of een goed doel... Die geen centjes heeft om een mooie grote boom te kopen... en die, die mag hem gewoon gratis komen afhalen. 4 meter hoog per boom? Ja. Zijn ze een beetje vol? Ja, het zijn superbomen. Ja, waar komen ze vandaan eigenlijk? We hebben een kerstbomenverkoper. Die komt van de Veluwe af. En die doet het elk jaar. En die, hebben, die verkopen een aantal bomen ook voor een goed doel. Dus het is een vrijwilligersstichting, om het zo te zeggen. Goed, dus hoor je dit of zie je dit en denk je van... nou, ik weet wel iemand die die 4 meter hoge kerstboom... zou kunnen gebruiken. Ja. Gewoon even contact opnemen met de Omroep Flevoland. Ons nummer is 0320 28 50 50. En dan brengen wij deze personen in contact weer met jou. Ja. En jij gaat nu de boel op slot gooien, want je bent tot dan tot 5 jaar... Je, ja. Ziet, ja, je ziet het niet meer zitten, tenminste voorlopig nee, dan. Nee, nou ja, weet je, je moet gewoon... Je, ja, je moet wel kijken van... het moet verwarmd worden, de kas. En, je moet je dingetjes doen. En op dit ogenblik is het goed om ook even te overdenken. Te evalueren van, oké... Okay, weet je, we zijn het ook in afwachting van 13 september. Wat gaat onze minister weer zeggen? Dus wij hebben nu eventjes even de rust genomen... En ja, we hopen er weer met goede en nieuwe plannen richting het nieuwe jaar. Nou, nu je het over de minister hebt, zou je nog wat tegen de minister willen zeggen? Open die zooi. Open die zooi. En hiermee sluiten we af. Ik was de laatste klant, denk ik, vandaag, hè? Ja. Met een bakje koffie. Ja. We kunnen de boel op slot gooien. Tot volgend jaar. En succes met de kerstbomen. De bomen, de bomen hè? De bomen. Ja. Ja, 0320 28 50 50. Als je een organisatie kent die zelf die bomen niet kan betalen... maar daar toch goed gebruik van kan maken tijdens de kerst. Of je bent zelf van een of andere vereniging... die daarvoor in aanmerking zou kunnen komen. Bel dan 0320 28 50 50. Er staan 2 prachtige enorme kerstbomen klaar.